En voilà, dit is mijn make-up look. Hoi! Hi! Hoi! Hallo! Oh, dat hoi zeggen, dat is volgens mij echt het allermoeilijkste van de film. Hoi! Hallo! Joehoe! Nee. Anyway, ik heb heel veel vragen gekregen van jullie of ik alsjeblieft een make-up look wilde laten zien. Nou, natuurlijk wil ik dat laten zien. Ik probeer eigenlijk zo min mogelijk make-up te dragen. Ik vind het altijd heerlijk om gewoon lekker make-uploos door het huis te lopen en gewoon make-uploos de deur uit te gaan. Maar goed, hè, soms is het misschien toch beter als ik even een keer een mascaraatje opdoe. Maar kijk, als ik dan natuurlijk naar een première ga of naar een feestje of als ik dan ergens naartoe ga waar je toch net een beetje wat meer voor moet optutten, dan vind ik het natuurlijk ook heel leuk om even lekker te tutten en een lekker make-upje op te doen en dan lekker muziekje op te zetten en gewoon, ja, mezelf mooi te maken. Ik ben heel blij met mijn make-up set. Ik heb een super fijne kwastenset die ook in zo'n heel mooi mapje zit, dus die kan ik altijd fijn meenemen. En mijn make-up zit eigenlijk allemaal in het tasje van Hanna. En dan kan ik dat ook altijd meenemen. Dus overal waar ik naartoe ga, als ik make-up nodig heb of ergens make-up op moet doen, dan neem ik altijd mijn kwastenset mee en mijn tasje met al mijn make-upjes erin. Ik ga gewoon beginnen. En veel plezier met kijken. Voordat ik begin met mijn make-up doe ik altijd eerst een dagcreme op. Nou, die heb ik vanochtend al opgedaan. En na die dagcreme doe ik dan de Touch of Silk van Hanna op. En die gebruik ik nu als een soort van primer. Klein beetje is genoeg. Maar als ik niet zoveel zin heb in make-up en alleen zin heb in een mascaraatje, dan gebruik ik deze Touch of Silk ook. Want die geeft een soort van matte tint op je huid nadat je een vette dagcreme hebt opgedaan. Zo. Nou, mijn huid is meteen doorbloed, zoals je ziet. Lekker rode wangetjes. En als dit er dan op zit, dan kan het echte make-up beginnen. Ik ben niet heel erg fan van foundation, omdat ik dat best wel nep vind, zeg maar. Ik hou gewoon van zo natuurlijk mogelijk. Dus ik gebruik als basis de BB cream. Deze is van L'Oreal in de light skin tone. En dat doe ik dan altijd een beetje zo op mijn hand. En dan ga ik eerst stipjes over mijn hele gezicht zetten. Dat zit er nu op. Niet vergeten ook een beetje hier zo uit te smeren. Want het is altijd heel lelijk als je zo precies hier een kleurverschil ziet. Als ik mijn basis op heb, dan ga ik toch nog heel eventjes een beetje mijn wallen wegwerken. Want ja, ik heb ook wallen. En daarvoor gebruik ik de Pupa Cream Concealer. Nummer 001. En dan maak ik een soort van onder mijn ogen een driehoekje. En die kleur ik dan nog een beetje in met de rest van de concealer. Ben ik weer heel charmant gestippeld. En dan ga ik dat voorzichtig uitdeppen. En dan zie je er ineens zo uit. Nou, dat ziet er nu nog een beetje gek uit. Om een basis af te poederen gebruik ik een poedertje van Makeup Studio. En dit is de Translucent Powder Extra Fine nummer 2. Nog nooit eerder onder de onderkant van dit potje gekeken. Ik heb maar heel weinig nodig van de poeder. Als ik mijn kwast erin stop, dan zit er best wel veel poeder op. Dus dan ga ik altijd een beetje in de deksel uitpoederen. En ook nog eventjes blazen. En ik begin altijd onder mijn ogen. Ik poeder alleen maar bij mijn dekseltje. Dus ik stop mijn kwast niet meer in de hele pot. Kijk, en nu zie je bijna geen verschil meer tussen de concealer en mijn BB cream. Nu de basis erop zit, ga ik meteen al lekker mijn wangetjes een beetje een blush geven. Daarvoor gebruik ik deze Like a Doll blush van Pupa. Dit is nummertje
204 als het goed is. En deze is gewoon lekker roze. Ik vind het altijd wel mooi om een beetje rode wangetjes te creëren. En voilà, een beetje blush. En wat ik ook altijd super mooi vind, is dat highlighten. Vooral visagisters kunnen dat zo vet mooi. Dit is een roze gouden glans oogschaduw. En die gebruik ik dus gewoon als highlighter. En voor mijn highlighter gebruik ik een wat kleiner kwastje. Gewoon zo. Hop. Kijk, nu door het licht kun je dan precies zien dat hier mijn rode wangen zitten en hier mijn glans. Voor mijn ogen gebruik ik altijd een basis oogschaduw. En daarvoor gebruik ik eigenlijk altijd de Pupa. Dit is de Compact Eyeshadow Vamp. En dit is een soort van zacht wit glansje. En die breng ik dan weer op met een eyeshadow brush. Dit doe ik echt super dun op. En ik gebruik deze kleur ook een heel klein beetje in mijn ooghoeken. Als de basis oogschaduw zit, dan ga ik verder met de wat donkerdere oogschaduw. Daarvoor gebruik ik deze oogschaduw. En ik kan niet meer zien van welk merk die is, maar ik weet wel dat het een hele goedkope oogschaduw was. Ik denk ook van Catrice trouwens. En het heet Smoky Day nummer 2. En dit zijn echt mijn favoriete kleuren. Voor mijn oogschaduw gebruik ik weer een ander kwastje, maar wel een lekker dik kwastje waar je goed mee kan uitsmeren. Dat het niet zo dik op je ogen komt. Ik ga vandaag voor de donkere oogschaduw, dus ik ga deze gebruiken. Heel vaak, omdat het dan toch donkere oogschaduw is, doe ik hem altijd eerst een beetje zo uitproberen op mijn hand. En daarna ga ik het pas op mijn ogen doen. Meestal doe ik mijn oogschaduw voornamelijk aan de buitenkant van mijn ogen. Dat hier in mijn ooghoek. En dan zo je arcadeboog een beetje volgen. Als ik het nou te dik op heb gedaan, dan gebruik ik weer deze kwast om het een beetje uit te vegen. Om het allemaal een beetje te blenden. Oké, dit moment probeer ik altijd zo lang mogelijk uit te stellen. De eyeliner. Ik blijf het lastig vinden. De ene keer lukt die beter dan de andere. Maar deze eyeliner vind ik echt super fijn. Deze is ook weer van Pupa. En die heeft een soort van stiftvorm. Wat ik eerst ga doen voordat ik überhaupt mijn eyeliner zet, is het soort van boogje bepalen. Die vind ik het lastigst. De lijn van het einde van je ooglid te volgen naar het einde van je wenkbrauw. Dus dat is ongeveer deze lijn. En in die lijn probeer ik dan het boogje te zetten. En heb ik nu dus gewoon een streepje omhoog. En verder niet. Als het streepje zit, dan ga ik me de rest van mijn eyeliner zetten. Dat zit er weer op. Voor mijn wenkbrauwen gebruik ik een wenkbrauwgel. Deze is van de HEMA. Je hebt ze ook nog in andere kleuren. En die gebruik ik puur om mijn wenkbrauwen even in model te brengen. Deze mascara ben ik echt heel erg fan van. Dit is echt mijn favoriete mascara. Deze is ook weer van Pupa. Ik heb best wel veel make-up van Pupa. Dat komt omdat ik tijdens Miss Nederland, toen hebben wij allemaal make-up gekregen. En ik gebruik het nog steeds. Maar deze mascara is wel echt gewoon de bom. En dan hebben we mascara op doen. Hey. Zoals je ziet heb ik geknoeid. Ergens hier zit volgens mij een mascara stipje. Ik ga proberen dat gewoon met een kwast weg te vegen. Soms lukt dat. Yes! Het lukt.
altijd leuk wat voor mooie gezichten je trekt bij mascara op doen. Mascara zit er ook op. Dan moet ik alleen nog iets op mijn lippen doen. En zeker in de winter heb ik best wel vaak droge lippen of een kapotte mondhoek. Dus als lipgloss in de winter gebruik ik gewoon heel vaak gewoon lekker Vaseline. En voilà! Dit is mijn make-up look. Bedankt weer voor het kijken en vergeet niet een duimpje omhoog te geven. En als je mijn vorige video's wil zien, dan kun je hieronder kijken. En dan zie ik jullie natuurlijk weer volgende week. Een hele dikke kus. Tot volgende week.